Alleen als je niet bang bent, is het mogelijk om op mijn geheime YouTube-kanaal te abonneren. De link daarvan staat bovenaan in de beschrijving. Er komen video's op! Ja! En oh ja, like deze video voor extra geluk en negeer voor een spin in je bed. Dat snar! Ik zou liken. Deze sms'jes kunnen mega eng zijn. Kijk het bij Grisio. Senna! Ongelena, ik schrik me rot. Ik heb de engste verhalen ever gevonden. Niet weer, zegt Senna. En blijkbaar zijn ze waar gebeurd. Nou, kom maar op. Stel voor, je woont 3 verdiepingen hoog. Dan kan niemand zomaar bij je raam komen, toch? Nee, zegt Senna. Dat is misschien wel 8 meter hoog. Nou, bij Yuri gebeurde het toch. Iedere ochtend dat hij wakker werd, trof hij een afdruk op zijn raam aan. Van een bil? Nee, Bob, waarom? Niet aan de binnenkant, want dat zou niet zo gek zijn. Maar echt aan de buitenkant. Het gekke is, dit was vaak een gezichtsafdruk. Alsof iemand op 8 meter hoog zijn gezicht tegen een raam drukt. Enorm vreemd. Dus wat deed Yuri? Hij besloot een nachtcamera te installeren. Zo'n eentje die direct een foto maakt op het moment dat er beweging plaatsvindt. Uiteraard richtte hij de camera tot zijn raam. Want dat is immers waar het zich afspeelde. De volgende ochtend werd Yuri wakker. En checkte hij direct zijn camera. En? Vraagt Senna. En op dat moment wou Yuri nooit meer in die kamer slapen. Oh! Oh my gosh, het is letterlijk iemand met een mega lange nek. En je ziet hem letterlijk bij het raam van Yuri. Waar hij dus waarschijnlijk zijn hoofd tegenaan drukte. Een raam kan je openen! Klopt, Bob. Oh, maar wat is dat voor wezen? Ik weet niet of jullie die aflevering van SpongeBob kennen. Waarbij er een oud vrouwtje is. Waarbij wordt aangebeld. En dat oude vrouwtje van waarschijnlijk echt al 80 haalt dan haar moeder. En die ziet er letterlijk zo uit. OMG, wat is dat? En waarom heeft het een meterslange nek? Is dat het wezen wat een gezichtsafdruk achterliet? Ik denk het. Antwoord Lena. Bram hield van cartoons en keek ze het liefst van 's ochtends tot 's avonds. Alleen dat kon niet, want van zijn ouders mocht hij absoluut geen cartoons kijken in de avond. Als hij dat wel zou doen, dan zou Cartoon Mouse hem bezoeken. Cartoon Mouse, zegt Senna. Bram geloofde er niets van en bleef cartoons kijken, ook in de avond. Sinds die avond is er niets meer van Bram vernomen. Wel hebben ze een foto op zijn Instagram gevonden. Die was geplaatst om 2:30 s'nachts. Oh! Oh, wauw. Oh, dat is echt creepy. Ik weet niet waarom ik zo overtuigend wauw zei. Waarschijnlijk omdat ik zo'n enge Mickey Mouse-achtige handschoen de muur zie krabben. En het enge aan deze foto is, je kunt Cartoon Mouse net niet zien. Je ziet wel een duistere schim en dus zijn handschoen. Maar je kunt er niet echt gezichtsuitdrukkingen, et cetera, uit opmaken. Oh, dat is naar. Senna zegt, omg, het is zo donker. Maar dat lijkt wel een mega handschoen of iets. Is dat Cartoon Mouse op die trap? De leraar van Bas en Isabel deed altijd al raar. Oh, ze vertelt ineens een nieuw verhaal. Oké, de leraar deed raar. Meestal was dat grappig, maar de afgelopen weken was het eng. Zo zag Bas de leraar vaak zichzelf verstoppen in de pauze. En zo vroeg de leraar aan Isabel of zij toevallig ondervraagd was door iemand. Het leek bijna alsof hij iets verborg. Dus wat deden Bas en Isabel? Ze verstopten zich in hun kluisje, wachtende tot de school zou sluiten. Dit zou het moment zijn waarop de leraar als enige in de school is. Zo proberen ze erachter te komen. Na een vermoeiende 2 uur wachten was de school gesloten en hoorden ze de leraar aanlopen. Alleen het klonk vreemd. Grote, zware stappen en een diep gegrom. Toen Bas stiekem een foto maakte vanuit zijn kluisje, kon hij zijn ogen niet geloven. Bas en Isabel hadden gelijk. De leraar hield iets verborgen. Hoezo? Wat was er op de foto dan? Vraagt Senna. Dit, zegt Lex. Oh, wauw, wat is dat? Oké, luister dan. Dat ziet eruit als een of ander kunststandbeeld wat is gaan lopen. Een alien. Een DIY-slime wat ineens... Hey, dat is eng. Oh, wauw. Oké, dus waarschijnlijk gedroeg die leraar zich raar, omdat hij het verborgen hield dat dit eigenlijk zijn ware vorm is. OMG, de leraar is... Wat is dat? Weet ik ook niet. Justin deed vaak onderzoek naar verlaten plekken. Waarom is het verlaten? Leven er toch nog mensen? Enzovoort. Op een dag onderzocht Justin een verlaten school. Iets wat hij vaker deed. Alleen deze verlaten school was anders. Anders? Vraagt Senna. Justin kon niets van de school vinden op het internet. Niet in boeken. En zelfs de burgemeester van het dorp kende de school niet. Dus de school bestond eigenlijk niet. Maar hoe wist Justin er dan van, zegt Senna. Justin had een e-mail gekregen van een anoniem persoon. Iets wat vaker gebeurt. Dus hij ging er gewoon heen. Aangekomen bij de school viel hem direct iets op. Stilte. Tuurlijk is het vaak rustig op verlaten plekken, maar zo stil als daar had hij nog nooit meegemaakt. Geen vogeltjes, geen dieren en geen verkeer. Na een kleine 10 minuten hoorde hij ineens iets.
Het werd steeds luider. Hij besloot het geluid te volgen en uiteindelijk hoorde hij wat het was. Zang. Hij hoorde kinderen zingen. Dat zijn. Hij pakte direct zijn camera voor het geval dat hij iemand zou aantreffen. Maar wat? Vraagt Senna. Sindsdien is er nooit meer wat van Justin gehoord. Er is alleen één foto op zijn camera gevonden. En dat is, vraagt Senna, deze. Oh my gosh, dat lijken wel een soort van spookmeisjes, kinderen, whatever. Het zijn in ieder geval de wezens, de gedaantes, die waarschijnlijk zongen. Oh, maar dat is mij een partijtje eng. Stel voor je komt op een plek waar je zanggeluid volgt en je komt ineens bij dit groepje met spoken uit. Oh, maar zijn dat spoken? Is dat wat hij hoorde zingen? Ja, Senna, dat zei ik net. Laurens woonde in de buurt van een kippenfabriek. Alleen laat op een vrijdagavond werd hij gek. Wat een herrie. Het was 2:30 in de nacht, dus er zou sowieso niemand meer in de fabriek aanwezig moeten zijn. Maar waar komt de herrie vandaan dan? Hij besloot zijn lantaarn te pakken om een kijkje te nemen. Het was immers om de hoek. Het eerste wat hem opviel is dat de deur van de fabriek open stond. Hij had alleen zijn telefoon en een zaklamp mee, dus hij was wat terughoudend. Hij zette 5 stappen naar binnen en wist direct wat het geluid maakte. Hij maakte er een foto van, maar dat is ook alles wat hij kon doen. Want je raadt het al, hij is verdwenen, vraagt Senna. Volgens het verhaal wel, antwoordt Lena. En de foto, vraagt Senna. Nou, oh my gosh, ik schrik me elke keer echt kapot gewoon. Wat is dat? Bro, dat lijkt wel een kip, maar dan een andere soort kip dan wij kennen. Een zombiekip of zo? Hij schreeuwt ook echt zo van, oh, dat is echt mega creepy. Oh, maar dat lijkt wel een zombiekip. Wauw, dat is eng, zegt Senna. Jasper woonde in een bos en hoorde vaak wind en storm. Alleen sinds kort hoorde hij meer. Hij hoorde het geluid van takken, maar niet zomaar takken. Meer alsof ze braken. En natuurlijk kan dat 1 of 2 keer wanneer iemand er overheen loopt. Maar hij hoorde het middernacht wel 100 keer. Alleen steeds als hij zijn raam opende om het beter te horen, stopte het geluid. Dus hij bedacht iets. Zijn telefoon. Zijn telefoon kon 7 uren achter elkaar opnemen in het donker. Dus, no way. Heeft hij zijn telefoon buiten gezet 's nachts? Vraagt Senna. Hij wist dat het een risico was, maar hij wou het doen. Hij moest dit mysterie oplossen. De volgende ochtend was Laurens opgelucht. Zijn telefoon lag er nog. Alleen wat? Vraagt Senna. Alleen toen hij zijn telefoon checkte, was hij minder opgelucht. Oh my gosh, wat is dat? Je ziet ook inderdaad dat het gefilmd is via zijn telefoon. Bro, dat lijkt wel op een soort van bosmonster. Het bestaat letterlijk volledig uit takken. En dat is waarschijnlijk waar hij dat geluid door hoorde. Omdat wanneer dat wezen beweegt, hoor je het gekraak van takken. Oh, dat is terrifying. Je ziet ook een soort van mond. Omg, wat is dat? Dat lijkt wel een boomman. Boomman, zoiets, zegt Lena. Ooit gehoord van bus min 1? Bus min 1? Nee, zegt Senna. Het verhaal luidt dat deze bus zo genoemd is omdat hij reed naar halte min 1. Halte min 1? Waar is dat dan? Is dat op het toilet? Want ik moet plassen. Nee, Bob. Halte min 1? Waar is dat dan? Nergens, zegt Lena. Want de bus was verdwenen. Omg, wat? Hoe dan? De exacte reden is onduidelijk. Er zaten namelijk maar 3 mensen in de bus. De bus chauffeur, een vrouw en de man die een foto maakte. Een foto? Waarvan? Vraagt Senna. Van iets mysterieus waarvan mensen denken dat het de reden is van het verdwijnen van de bus. Dit hier. Oh wauw, ik schrok letterlijk. Wat is dat? Het lijkt wel een soort van wezen met tentakels als haar, alleen het is een beetje in de verte. Omg, wat is dat voor wezen? Ik zie het bijna niet. Zo beter. Wauw. Oké, luister dan. Dus deze bus is letterlijk verdwenen nadat deze foto's maakte. Wat was dat? Omg, en sindsdien is de bus verdwenen. Zo eng. Als je denkt aan spoken, dan denk je vast aan iemand met een wit laken over zich heen. Ja, zegt Senna. Dat is het typische spook. Maar hey, eigenlijk is het gewoon een mens met een wit laken over zich heen. Dus het kan niets anders dan lopen. Toch? Denk het, zegt Senna. Verklaar deze foto dan. Oh my gosh, dat ziet eruit als het typische spook. Namelijk wat Lena al zegt. Een persoon met een wit laken over zich heen. Maar deze zweeft. Oh, dat is zo ongelooflijk eng. Hoe kan dat? Omg, wie heeft die foto gemaakt? Dat ziet er zo echt uit. Of wat dacht je van deze? Een vriend van mij hoorde gefluister in de tuin middernacht. Toen hij een kijkje nam, trof hij dit aan. Oh, ik zie het nu pas. Ik dacht eerst van, wat is er dan? Je ziet er iemand staan of niet soms? Een fietsje, zegt Senna. Oh, Senna ziet het niet. Oh, je ziet het niet? Laat me je helpen. Oh, wauw. Oh my gosh, dat lijkt wel granny of zo. Stel voor je hoort iets in je tuin, je maakt een foto en je ziet deze dame in een jurk staan, maar dan ook echt een beetje zo in het duister. Omg, er staat daar iemand. Wie is dat? Geen idee. Maar weet je waar ik niet van hou? Nou, zegt Senna, insecten. En ik ben niet de enige. Marlijn hield er ook niet van. Dus wat deed ze? Ze kocht een spray. Psh, deze spray zou een insect in 1 keer killen. Direct. Alleen Marlijn kocht deze spray niet in de winkel, maar van een anonieme verkoper online. Oh nee. Volgens de verkoper
verkoper werkte de sprays in de winkel maar half. Nee, wat hij had, dat moest Marlijn hebben. En Marlijn trapte erin. Hoe bedoel je, trapte erin, vraagt Senna. Ze kocht de spray en gebruikte het. Alleen deed het precies het tegenovergestelde van wat het zou moeten doen. Hoe bedoel je, vraagt Senna. Ze spoot het op één insectje als test. En toen dit. Oh, oh my gosh, wat eng. Oh, is dat een spin? Maar het lijkt niet meer op een spin. Het ziet eruit als een gemuteerde spin met twee gezichten. Eentje aan de boven- en onderkant. Oh, het is mega ook, hè. Deze verhalen waren eng. Voor meer enge video's en epische video's in het algemeen, check mijn geheime YouTube-kanaal. Link bovenaan in de beschrijving. En zorg ervoor dat je een van de eerste abonnees bent van vandaag. En ik zeg adios.